Elton, proficiat met je eerste doelpunt hier in Sint-Truiden. Ja, dank u wel. Ik ben blij dat ik vandaag een steentje bij heb kunnen dragen aan de club. Ook mooi voor de club dat we vandaag een overwinning hebben kunnen boeken vandaag. Ja. Dus tevreden. Ja, je komt van ver, hè, met die blessures. Ja, klopt. Ik heb heel veel moeilijke dagen gekend met blessures. Terwijl ik normaal geen speler ben die vaak geblesseerd ben, maar dit seizoen wel. Dus, maar ik ben blij dat ik nu in deze play-off veel minuten kan maken en mezelf kan tonen. Zit je nu aan je top? Je speelt heel snel ook, hè? Dribbelen, alles lukt. Ja, klopt. Ik ben speler van acties 1 tegen 1. Dat zijn mijn kwaliteiten natuurlijk. Dus ik ben wel blij dat het zo gaat. En ik weet zelf dat ik nog meer kan. Dus hopelijk komt het nog goed. Ja. Er zijn nog enkele wedstrijden te spelen. Play-off 2 winnen is nog mogelijk. Ja, zeker. Jammer genoeg. Loker heeft vandaag ook gewonnen, zag ik. Maar niks is onmogelijk. Wij gaan nog steeds gewoon voor de play-offs 2 natuurlijk. En ik denk dat dat gewoon nog mogelijk is. En in de groep, de sfeer zit goed? Ja, zeker. Moet ik ook zeggen, vanaf het begin dat ik hier ben, nooit problemen gehad. Altijd een goede ploeg. Iedereen is goed met elkaar en zo. Dus dat is top. Oké, dankjewel.